Welkom bij de I Am Groots Podcast. Ik heb vandaag weer een ontzettend leuke gast voor jullie in de uitzending. En dat is Marente Otte. En Marente is hier mede dankzij de uitnodiging van Anne van Anne Kwaars. Die zei: Als je iemand gaat vragen, dan moet je Marente hebben. En je mag jezelf zo alsjeblieft helemaal zelf voorstellen. Maar Marente is artgemist, schrijver. Ondernemer en 10% chocolade heb ik gelezen. Volgens mij op je LinkedIn. Dus ik ben nu al gefascineerd. Welkom Marente, superleuk dat je er bent. Stel jezelf ja. even voor. Ja, oké. Okay. Nou, uh, Marente, inderdaad, mijn achternaam die gebruik ik eigenlijk niet eens meer. Gewoon Marente, vind ik fijn. Uh, ooit gestart aan de Kunstacademie als grafische ontwerper en daarna, nou ja, een hele reis afgelegd. Uh, ik heb een eigen ontwerpstudio gehad samen met uh, mijn partner, toenmalige partner. Uh, gecrashed, in een crisis terechtgekomen, als illustrator begonnen. Uh, een eigen bedrijf opnieuw opgezet. Nou, eigenlijk een paar bedrijven ondertussen. En, uh, nou ja, in 2000, moet ik even terugrekenen, iets van vier jaar geleden of zo, zat ik op de bank. Er waren gewoon dingen echt helemaal misgegaan. Ik denk, nou ja, goed, ik heb geen zin meer, wat gaan we doen? En, uh, nou ja, iets van een half jaar heb ik toen geschreven en nagedacht en gepijnst en koffie gedronken. En toen ontstond de Artbeat Club. En dat is een creatieve academie um, die in coronatijd helemaal geboost is, want ja, ik, de corona was uitgebroken, of hoe noem je dat, um, uh, en twee weken daarna dacht ik, oh, ik moet iets doen, ik, ik moet iets doen, en toen heb ik een soort van live Zoom geopend voor duizend artists wereldwijd, ik heb gezegd, jongens, we gaan gewoon 30 dagen tekenen, iedere dag een uur. En uh, nou, daardoor is uh, de ArtBeat Club ook in een versnelling terechtgekomen. En nu uh, begeleid ik artists. van uh, beginner tot professional. in Nederland en ook wereldwijd. En ik vind het super leuk. En ik ben ook nog gestart met een studie Human Design. Dus, uh, en ik heb een boek geschreven. Dus ik ben, uh, nou ja, soms denk ik echt. Het is zoveel of zo. En ik kan het ook echt zelf soms niet duiden. Maar ik ben gewoon een soort fluid, creative person. Ja. En creëer je zelf ook nog heel veel? Of ben je eigenlijk vooral anderen nu aan het begeleiden? Ja, dat is een goede vraag. Uh, op dit moment minder. Uh, alhoewel ik wel twee agenten heb in Nederland en Amerika. Uh, en um, ik heb dat wel heel veel gedaan, maar dat ligt nu wel wat meer stil. En dat komt ook vast wel weer. Maar ik ben ook meer vrijer nu aan het, uh, aan het ontwerpen. Dus minder echt gericht voor een klant uh, met specifieke eisen. Um, ja, dat komt wel weer of niet. Of ik weet het niet. Ik ga het zien. Ja. Yeah. Ja, je kunt je creativiteit kwijt in al die andere dingen die je doet. Hè? Boeken schrijven, mensen begeleiden. Ja, nou zeker. En ik voel ook heel, heel erg in het moment van: oké, okay, wat is er nodig en wat vind ik fijn? Want ik merk wel dat ik echt alleen, en dat is ook zo sterk geworden de laatste tijd, dat ik alleen kan doen wat, wat ik echt zelf, waar ik ook echt zelf van aanga. Punt. Ja. Dus ja. het, het, het is soms echt gewoon ook in het moment of ik denk, nou, ik ga nu dit doen of dat doen. Of, ja. ja, precies. Wat ben jij in Human Design? Daar ben ik nu heel nieuwsgierig naar. Een Sacral Generator uh, 5-1. Oh. Ja. En, en ja. jij? Ik ben een emotionele generator 2-4. Oh ja, oh ja. 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 Ja, ja ik, uh, ik herken hem wel uh, mooi. En ook dat, uh, dat onderbuikgevoel die heel erg uh, ja. aan moet of uh, uitgaat ja. van iets. Ja, ja enorm, ja. enorm. Ja, sinds ik dat ook heb uh, nou ja, begrepen en ook kan inbedden, of hoe noem je dat, embedden. Ja, het lijkt al of er ook geen weg meer terug is. Het is gewoon, zo ja. is het, punt. Ja. ja, maar dat is met dat soort dingen, je, je kan het niet onweten. Als je het eenmaal nou weet. dat! Ja, dat ja, is echt bijzonder. Ja. Ja. Ja, leuk. Heel leuk dat je daar ook zo geïnteresseerd in bent. En ik, euh, zoals altijd, ben, ben ik dan een beetje zo aan het spitten en aan het researchen in hè, wie is mijn gast en wat kan ik daar allemaal over vinden en over lezen. Um, mm -hmm. En ik las um, ergens, ik weet het niet eens meer waar, uh, maar je noemde jezelf heel mooi echt een rasoptimist en een rebel with a cause. En toen ik dat las, meteen... vroeg ik me eigenlijk meteen af, wat is die cause dan voor jou? Hmm, ja, ook een hele mooie vraag. Um, ik denk in eerste instantie dat die naar binnen gericht is. Mm -hmm. Ik ben... Um wel een, een, een onderzoeker. Ik duik ook graag in dingen, maar ik vind het ontrafelen van de menselijke psyche en hoe werkt dat nou en waarom. En dus dat graven vind ik zelf heel fijn. En um, ja, terwijl ik de dingen doe in het leven ook, en terwijl ik creëer en schrijf en maak, ben ik tegelijkertijd eigenlijk aan het onderzoeken en lagen aan het afpellen. En dat, dus dan doe ik ontdekkingen of, weet je, zo. En dan uh, voel ik ook dat ik het weer naar buiten mag brengen door middel van, nou ja, whatever, teachings of, of begeleiding of, um, of zo. Um, dus a cause, ja, ik, ik vind eerlijk gezegd ook wel, oh, ik vind eerlijk gezegd ook wel dat... Creativiteit is een zwaar ondergesneeuwd begrip is. En als je het woord ook roept, dan denkt iedereen oh, we gaan schilderen aan de keukentafel. En um, ja, een beetje een, een huis, tuin en keukengehalte. Nou ja, dat slaat natuurlijk echt helemaal nergens op. Het gaat zoveel dieper. En ik denk ook dat creativiteit een hele, nog veel grotere rol gaat spelen in, in de wereld. Want ja, dat is zoiets unieks en ook menselijks en gewenst. En, um, en het helpt je ook in het dagelijks leven. Het gaat niet alleen om tekenen en schilderen. Het gaat ook om, um, nou ja, ik zeg altijd: flip your perspective, weet je? Als je in een situatie terechtkomt in het dagelijks leven, oké. Okay, als je dat probeert van een andere kant te bekijken. door middel van vraagstellingen. Of goh, kun je kijken vanuit de andere persoon. Of uh, hoe zou Pippi Lankaus dit oplossen? Of ik roep maar iets. Dat kan je ook zoveel lucht geven. En oh, weet je, je, je kunt zo jezelf wel vastwormen. Ik weet niet of ik nou heel erg aan het uitweiden ben uh, op je vraag. Maar. Je kunt ook zo in een hol terechtkomen en dat je echt denkt, hoe kom ik hieruit? Nou ja, goed, oké, okay. stapjes terug en kijk eens van, van een andere kant. En het geeft lucht en het kan ook heel vaak oplossingen bieden. Het hele leven draait uh, mijn inziens om creativiteit. Nou, en dat vind ik gewoon heel fijn om dat ook te laten zien en te leven en, en ja, te, te uit te dragen. Ja, hoe verrijkt ja, dat... creativiteit jouw leven? Want jouw DNA is één brok creativiteit, volgens mij. Maar mm. hoe, hoe is dat in jouw leven? Wat brengt het jou? Um, nou ja, ik vraag me af of ik zonder creativiteit zou kunnen leven. Ik, ik zou niet eens weten hoe het er dan uit zou zien. En het is ook niet dat ik daar iedere dag van de... Of iedere minuut van de dag mee bezig ben. Maar... Um... Het geeft me vrijheid en continu nou ja, weet je, een geluksgevoel ook. En dankbaarheid ook van oh, dat ik dit mag doen. Ik zit gewoon in een vette luxe positie. Ik moet er niet aan denken dat... Ja, ik, ik heb daar heel veel bewondering voor van mensen die van negen tot vijf achter een computer op een kantoor met een systeemplafond kunnen werken. Alle respect, maar ik zou volgens mij echt doodongelukkig worden. Ja. ja. Heb je het ja, dus... altijd al geweten van jezelf? Van oh, dat is niks ja. voor mij? Of heb je het wel geprobeerd? Ja, ik heb dat, ik heb dat altijd al wel geweten. Um, ik was eigenlijk al heel jong met, met creativiteit bezig ook. En zoeken naar nou ja, een escape van: oké, okay, hoe kan ik het op mijn manier doen? Enzovoorts. En ik heb zeker wel op kantoren gewerkt met systeemplafonds. En... Um... <laughs> Ja, maar dan waren het wel creatieve uh, freelance uh, yeah. klussen, zeg maar. Dus dan had ik ook wel weer een, een fijn doel. Ik zit even te denken. Ik geloof niet dat ik echt. Nou ja, een, ja, nee, volgens mij verder niet. Dus alleen in de vorm van freelance klussen, ja. Dat wel. Ja, en dan is het ook prima. Zeker, zeker. Ja. Ja. Had, je, had je als kind al een idee van, oh, ik wil iets met die creativiteit, of ik wil kunstenaar worden, of uh, nou, wat dan ook? Wat, wat, hoe stond je daar als kind in? Weet je dat nog? Ja, dat weet ik zeker. Um, nou ja, ik kom eigenlijk uit een gezin van, um, ja, studeren, belezen, mensen. En ik zat ook op een gymnasium. Het was eigenlijk. Nou ja, voor de hand liggend dat ik ook universiteit zou gaan doen of iets die richting uit. En um, mijn ouders zijn beide uh, creatief, zeker. Alleen, nou ja, ernaast. Hè? Dus niet als hoofdvak. Ik kom niet uit een, een familie met kunstenaars of zo. Dus ik, ik wist dat eigenlijk ook helemaal niet. Van, nou dan kan je dus je brood mee verdienen en hoe doe je dat dan en zo. Dus ja, ik ging braaf studeren. Uh, Luchtbedrie, twee jaar lang. En ik dacht, nou ja, zeg. Ik weet niet, ik vond het wel boeiend, hoor, maar ik dacht, moet ik dit nou heel mijn leven gaan doen? Oh my goodness. En um, dus nee, ik had zeker niet in eerste instantie het idee, ik wil kunstenaar worden. En van thuisuit en met alle goede bedoelingen, maar was het ook meer van, nou je gaat gewoon niet naar de kunstacademie meer rent. Daar lopen echt weirdos rond, dat ga je gewoon niet doen. Oké. Okay. Nou, dus ik luisterde uh, braaf. En uh, na twee jaar logopedie dacht ik, nou, gaan we niet doen. En toen ben ik echt onderzoek gaan doen. En toen uh, kwam ik um, in Eindhoven terecht bij de Academie voor Industrial Design. Toen heb ik toelating gedaan. En ik weet ook nog, ik was zo nerveus. Ik denk, nou, waar, waar slaat dit op? Wat ben ik aan het doen? Maar er was zo'n vuur. Van jongens, ik ga dit gewoon doen. En toen werd ik aangenomen. En daar schrok ik heel erg van. Toen dacht ik, oh, oké. Okay. Nou, toen ben ik verder gaan zoeken. En toen kwam ik uiteindelijk uh, in België nota terecht. Uh, via, via bij grafisch ontwerp. En ik liep daar door die gangen. Ik zag daar een postzegelontwerp hangen. En een kinderboekillustratie. En in een nanoseconde wist ik: dit ga ik doen. Punt. Ik heb me ook direct ingeschreven. En uh, ja, daar is het uh, begonnen. Dus uh, ik, ik weet ook nog dat ik het mijn ouders uh, mededeelde. En ze stonden echt nou, maak dan eerst je studie af. En doe dat dan daarna. Of je kan dat altijd ja, nog doen. Ja. En ik dacht, nee, ik moet dat nu doen. Er is gewoon, dit, dit, dit is het. Punt. Ja, dus uh, dat is is toen mijn nieuwe pad geworden? Ja. Ook wel heel moedig, hè. dat je op zo'n jonge leeftijd uit een gezin waar dat niet heel erg gestimuleerd werd, dat je gewoon wel echt zo sterk voelde van nee, die logopedie, die studie, dat is het gewoon niet. Dus waarom zou ik het afmaken? Ik ga voor wat ik wel voel, waar ik wel blij ja. van word. Ja. 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 Als je altijd ook zo al zo moedig en je eigen pad. Zoekende. Ja, ik, ik weet niet of het. Ik, ik zie dat niet als moedig, maar. Oké. Okay, um, even denken. Ja, ik, ja, aan de ene kant wel, maar. Uh, onder de zeventien, de onder de achttien, was het niet echt moedig hoor. Het was meer dat ik de dingen anders deed dan anderen, maar meer vanuit een innerlijk ja, vuur of overtuiging of zo. Maar niet, dat was destijds nog niet op een rebelse manier. Kijk, want je wilt eigenlijk ook, vooral als puber, je wilt eigenlijk gewoon bij de groep horen ja. en doen wat de anderen doen. En wij waren thuis ook anders. En ik vond dat in eerste instantie ook helemaal niet leuk zo van mam kunnen we zijn zoals het buurmeisje, maar nee, mijn moeder was zo niet en mijn vader ook niet. Um... Maar uh, waar wil ik naartoe? Uh... Dus in eerste instantie wilde ik eigenlijk, nou ja, zijn zoals mijn leeftijdsgenoten, maar toch was daar steeds opnieuw van, nou nee, nee, ik wil die schoenen niet aan, ik wil andere schoenen aan. Uh, nou, uh... ja. Dus, en dan deed ik het wel. En ja, dat leverde soms ook echt scheve blikken op. Van wat doet zij nou? Dan dacht ik: oh ja. Maar ja, ik kan ook niet die schoenen aan die jij draagt. Dus uh, ja. Ja, en zo so is Precies, ja. 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 Heel mooi. Ja. En toen, toen ben je dus eigenlijk een hele andere kant op gegaan, mm -hmm. Hè, ben je de creatieve kant op gegaan. Mm -hmm. Had je je studie af neem ik aan dat je die hebt afgerond. Ja, ja. Met veel plezier. En toen? Ja. En toen? Wat, wat heb en toen, gedaan? en toen. Inderdaad, en toen. Ja, dat was ook zo grappig, joh. Ik studeerde af. Ik zat dus in België. Ik had daar ook een vriendje en nou goed, het was best wel dik aan, maar ik zei, nou ik ga nu terug naar Nederland want wat moet ik hier doen? Goed. En uh, toen ben ik naar Den Bosch gegaan. Uh, ...heb ik een kamer gehuurd... ...en toen ben ik heel wild gaan solliciteren. Maar in die tijd... Uh, ...lagen de banen zeker niet voor het oprapen. En je moest ervaring hebben. En het was net het tijdperk ja. dat de computer... ...eraan kwam. Maar ja, weet je, wist ik veel. Goed. Nou, en toen ging ik ook echt van die dingen doen. Oh my goodness. Ik weet nog dat ik bij Avenue aanklopte. Het was destijds echt een mega hip blad... En ik ging op, op gesprekken ook. En die, en die art director zat me ook aan te kijken. En ik van, ja, en ik wil hier werken en dit en dat. En zei hij zei, ja, maar weet jij dan hoe een computer werkt? Ik zeg, nee, maar dat ga ik wel leren. En uh, nou ja, natuurlijk ben ik niet aangenomen. Want ik, nou, ik had gewoon de ervaring ook helemaal niet. En toen zag ik ook um, een advertentie van... Um, Annemarie Vergaal in, in Moskou. Uh, ze had toen die bladen opgezet hè, met Derek Sauer. Er was een advertentie. Uh, art director gezorgd voor Marie Claire. Ik dacht, oh, ga ik doen. Dus ik te dus solliciteren. En uh, toen belde ze. Ja, Marent, ja, leuk, ja. Uh, ik wil je wel graag hebben, maar heb je ervaring? Ik zo nee, nog niet, maar bla, bla, bla. Dat was een superleuk gesprek. Ik ben er niet geworden, want de ervaring. En toen dacht ik, oké, okay, ik heb hier gewoon iets te doen. Nou. Toen ben ik stage gelopen bij uh, VT Wonen, was dat. Uh, ja. En ik dacht, ik wil het vak nu ook leren. Ik wil leren hoe, hoe die designprogramma's werken. En uh, nou, toen ben ik er dus ingerold. Dus ik ben bij die bladen gaan werken. Ja, van het een kwam het ander. Want. Ja, daar heb ik drie maanden gedaan en daarna rolde ik gewoon door en uh, zat ik vol met freelance klussen. Dus dat is een beetje hoe het gegaan is. En ook nog, ook heel grappig, ja. Um, toen was er ook nog een advertentie voor Marie-Claire in Brussel voor mijn art director. een Art-Director. Een zwangerschapsvervanging. Dus ik werd bellen. Ik ja, zei, hoi en leuk en uh, dit en dat. En die klus heb ik gekregen. Dat is heel tof. Dus ik heb iets van, nou, ik weet niet meer, drie of vijf maanden, weet ik niet meer. Heb ik gependeld tussen Den Bos en Brussel. Uh, en heb ik uh, daar, um, ja, Ardrix gedaan, een Marie Claire. Dat was heel tof en zo leerzaam. Dus ja, weet je, dan gaat het snel. Als je die ervaring hebt en je gaat dat netwerk opbouwen. En uh, ja. ja, toen rolde ik daarin. Dus eigenlijk zo. Ja, en in 1999, dus mijn vriend was uh, toen ook naar Nederland gekomen. Die was ook gaan freelancen voor, uh, in de krantenwereld zat hij ook. En bij OOR destijds, dat de muziektijdschrift. Oh ja, yes. ja. Ja. En in 1999 zei ik, zullen we samen een ontwerpbureau op, opzetten? En hij zei, ja, maar... Ik zeg, ja... Maar wat? Ja, precies. Zullen we ja. gewoon. Een soort, nou, en toen hebben we dus een ontwerpstudio uh, opgezet. Dus toen begon weer het, het volgende hoofdstuk. Ja. En nu, hè, als, ik, als ik bijvoorbeeld op jouw website kijk, dan staan daar echt de mooiste werken, maar ook de grootste namen op. Hè, zowel in Nederland, in Europa, in Amerika. Echt. Super grote, grote opdrachten, grote namen. Mm -hmm. hoe, hoe ben je daar, hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Hè? Want menig creatief droomt daarvan. Mm -hmm. Mm -hmm. Doorzettingsvermogen. Doorzetten, discipline, niet opgeven. Opvolgen, geloven. Echt, echt, echt geloven. In wat je maakt en ook dat je het kan en dat je ook echt daadwerkelijk iets kunt betekenen voor die klant. Um, als ik het niet voel, kan ik het ook niet. En ga ik er ook niet op af. Maar als ik het voel en ik denk ik kan hier echt iets bijdragen voor dit project of product of deze klant of dit merk, dan ga ik erop af. En dan ga ik ervoor. Ja. En um, het begin van Studio Brandweer, dat was zo heette uh, ons ontwerpbureau. Ik denk dat wij vier jaar ook continu dingen hebben gemaakt. Um, kijk, Instagram was het toen ook nog niet. Hè? Dus continu. Het wereld insturen, klanten benaderen, volhouden. Ja, en we hebben soms ook echt met onze handen in haar gezeten van wat zijn we aan het doen? Het wordt gewoon niet opgepakt in, in ontwerpland, want het ontwerpland destijds werd gedomineerd door strakke typografie en nou ja, de Gilles Sans en nou ja, ik weet niet de, de din, ik noem maar wat fonds. Maar, en wij dachten, we gaan. Handlettering doen en handgeschreven typografie over posters heen. En nou ja, dat was zo not done, um, maar toch doorzetten. En we kregen wat klussen en langzaam, langzaam, langzaam. En op een dag, en dat was voor mij wel echt de shift, toen belde PostNL en die zei: Jongens, um, ik wil met jullie praten. Uh, jullie krijgen een klus. Voor tien postzegels. En dat was echt een shift, weet je? Want dan, dan ziet dus een, een klant uh, wat je doet. En ja, goed, weet je, dan volgen er meer klanten. Het is vaak een paar grote klanten moeten het oppikken. En uh, ja, dan, dan komt de rest vanzelf. Dus uh, ja, zo. En uh, daar heb ik ook echt gevoeld van. Ja, ik ga er gewoon voor. Ik ga gewoon, waar ik ga niet opgeven. Ik geloof hierin. Ik geloof hier echt in. En ja, heel veel klanten durven ook heel veel niets. Want, oh, dan verkoopt het niets. Of weet je, nou, allerlei redenen. En ik denk juist van, jongens, hallo. Hè? Als je stand-out from the crowd en steek je nekken uit en. Uh, maar goed, dat is, dat is niet makkelijk. Maar het is wel echt gelukt. En uh, ja, ik ben daar echt heel blij om en heel trots uh, op nog steeds. Ja. Ja. En ik moest meteen denken, hè, toen je zei PostNL belde... Ook, wilden jullie een postzegel of tien postzegels maken... Mm -hmm. hoe mooi de cirkel ook eigenlijk weer rond was hè, maar, want ik weet niet over dat je die postzegel zag en dat je dacht, oh, dat wil ik doen echt ja, bijzonder dat, nou dat is heel mooi wat je nu zegt want ik sla eigenlijk een stukje over dat klopt, maar um, ik sla een stukje over want toen ik afstudeerde, toen zat ik dus in Den Bosch, op mijn kamer dus te, te uh, solliciteren waar niks ja. gebeurde en toen dacht ik, nou nu wil ik een kinderboek maken Oké. Okay. En mijn moeder, die schrijft heel goed. En die had een heel mooi verhaaltje geschreven. Ik zeg: Weet je wat? We gaan, daar, we gaan hier een boek van maken. Nou, dus ik heb me opgesloten op mijn kamer. En ik heb uh, drie maanden. En ik heb dat boek gemaakt. En toen ben ik naar Bologna gegaan. Daar is dus ieder jaar een kinderboek op beurs. En daar komen alle uitgevers van de wereld komen bij elkaar. En ik dus met die map, met die tekeningen, naar Bologna. En ik dacht. Ik wil mijn boek uitgeven bij Michael Neugebauer. Dat was, um, het is nog steeds, maar dat was destijds, destijds een um, uitgever in Duitsland. En die gaf van die boeken uit, die, waar ook typografie uh, en beeld uh, gecombineerd werden naar nou echt anders. Dus ik ging naar Bologna. Nou, goed, je gaat dan langs allemaal uitgevers enzovoort. En toen kwam ik bij Michael Neugebauer aan. en... Uh, ik liet zo mijn werk zien. En volgens mij was hij echt heel verveeld. Want hij was natuurlijk de hele dag als die mapper aan doorkijk. En, door en ik, ik, was, ik voelde me ook een beetje een soort van embarrassed. Ik denk, wat doe ik hier? En. Oké, okay, dus hij kijkt die map door. En hij kijkt op en hij zegt. Oké, okay, zegt hij, ik wil dit boek uitgeven. Hier is mijn kaartje. Bel me na de beurs. Wat En dat is ook gewoon gelukt. Dus dat kinderboek en die postzegels bizar. Maar er was zo'n overtuiging van binnen van ik wil dit. En niet vanuit ik wil dit. Maar meer van ik wil dit en ik geloof hierin. Dit is het. Take it or leave it, maar ik geloof hier oprecht in. Ja. ja het en is prachtig zo... hoe je altijd zo bent. Trouw bent gebleven aan je eigen stijl, aan je eigen ideeën, aan je eigen visie. En wat er zo mooi aan is, en ik zie dat eigenlijk terug bij iedereen die zijn dromen waarmaakt: het komt van binnen. Het is niet, hè, het komt niet van buiten: van oh, dat zou leuk zijn, want dan vinden mensen mij heel. Goed, of hè, dan heb ik mezelf bewezen, of iedereen doet dat, dus ik moet dat ook maar doen, want dan hè, pas ik in, eh, in het framework, of dan pas ik in de, in de stroom. Yeah. 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 Wat, wat heeft jou geholpen om altijd zo, hè, zo, zo, ik vind dat heel sterk en moedig, jij vindt dat misschien zelf, vanzelfsprekend, maar wat heeft je geholpen mm. om altijd zo trouw daaraan te blijven en erin te blijven geloven? Ja, want er zijn vast momenten geweest dat het ook moeilijk was. Mm. Zeker, zeker. Ik heb ook wel momenten gehad dat ik echt dacht, ik gooi de handdoek in de ring. Zeker wel. Ja. Wat heeft mij geholpen? Um... Nou, ik vraag me oprecht af of er een alternatief was. Mm. Want als ik dat voor ogen had, hield. Van oké, okay, maar wat dan? En natuurlijk zijn er zeker wel meer dingen die ik leuk vind. Um, het gevoel alleen al van oké, okay, dan moet ik dus ergens gaan werken en naar een baas luisteren en doen wat die persoon zegt. Dat alleen nog. Al. <laughs> um, dus er was eigenlijk gewoon nooit een plan B. Dat. dat er was echt geen plan B. Ja. Ja. Ja, nee. Ja, reizen bijvoorbeeld vind ik ook fantastisch. Hè? Dat is ook echt een grote liefde. Maar... Ja, wat dan? Ik bedoel... Iets met reizen. Ja, nee. Ja, nee. Dat wil ik liever voor mezelf blijven doen. Maar ook niet als vak of zo. Dus... Er was gewoon geen alternatief. Nee. Heb nee. je dingen moeten laten... om dit te kunnen realiseren? Ja. Ja, zeker. Ja. ja je ziet om je heen ook... Um, nou ja... De, de, mensen met een vast, vast inkomen... Weet je, op een gegeven moment ga je een huis kopen... Je krijgt gewoon heel makkelijk een hypotheek... Je gaat dingen opbouwen... Er is rust, er is regelmaat. In het weekend ben je vrij. Na vijf uur ben je vrij. Um, ik heb keihard gewerkt altijd. Ja, en ook weekenden. En ook, um, ja, um, ik heb geen hypotheek. En misschien komt dat wel. Hè? Ik bedoel, het is ook verder geen ramp. Maar. Um, ja, en, en soms denk ik wel, hmm, het is ook wel fijn om wat minder hard te werken. En daar, daar ga ik nu ook naartoe, moet ik heel eerlijk zeggen. Daar kijk ik ook naar uit. Um, maar dat. Ja, en ook wel relaties zijn er ook wel een stuk op gelopen. Ja, dat Want mensen niet begrepen gaat. wat je aan het doen was? Of... Ja, en het ook gewoon niet trekken omdat. Um, ja, ik schuif soms echt dingen opzij. Van jongens, dat moet nu eerst. En ik ga dat nu doen. Dus dat moet wachten. Sorry. Ja. Ja, en niet iedereen vindt dat even prettig. En dat begrijp ik ook. Ja. Ja. Dus uh, ja, je brengt ook offers hoor. Zeker. Ja. Ja. En wat. Je vertelde daar net heel kort over, hè, dat er een periode was, uh, zo net voor corona of misschien tijdens de corona, dat het even wat minder ging. En vanuit hè, een half jaar lang koffie drinken en nadenken en droedelen en mijmeren, <laughs> um, kwam daar het idee voor de, um, voor de, hoe noem je dat nou? De art... Artbeat Club. Artbeat Club, ja. Superleuke yeah. naam. Ja. Yeah. Maar toen ben je dus. Was dat voor het eerst dat je echt ook met anderen ging werken om andere creatieven aan te zetten en te, te helpen? Ja en nee. Uh, in ons ontwerpbureau hebben we ook echt, uh, heb ik met personeel gewerkt en ook veel met stagiaires. Dus ik was het al wel gewend. Ja. Ja. Um, ik heb ook wel een blauwe maandag les gegeven op uh, een academie. Um, ja, dus uh, wel al een beetje, maar niet op deze manier. Nee. Het was helemaal, ik heb dit gewoon zelf bedacht. Ook. Het was geen systeem, dus ik moest dat hele systeem ook bedenken. Ja. Dus ja en nee. Ja, en wat, wat gebeurde er in jou of was. Maakte dat je dacht, hé, hey, ik wil ook anderen in hun creativiteit helpen, stimuleren, uitdagen, groter laten denken, meer laten durven. Mm -hmm. Waarom, of waar vandaan, of hoe kwam dat zo? Ik kan niet precies duiden waar het vandaan komt. Dat heb ik vaker gehad. Eigenlijk al mijn bedrijven, ook die ik opgezet heb, weet je, het was, ik weet het niet. Geef het een naam, noem het een download, ik weet het niet. Maar dingen ontstonden. En ik, dan denk ik achteraf, huh, waar kwam dat dan vandaan? I don't know. Um, Ergens diep van binnen. Whatever, yeah. <laughs> ja. <laughs> um, het is wel zo, denk ik, weet je, op een gegeven moment. Wat ik, wat ik heel veel zie. En dan ga ik het, heb ik het even over vrouwen. En, want ik, ik denk dat ik daar ook me meer op richt. En dat ik het daar ook meer zie. Is dat als vrouwen creativiteit in zich hebben, dat wordt zo onderdrukt, weggemoffeld, niet gewaardeerd. Uh, ze zijn. Ja, even, even, even denken hoe ik dit goed formuleer. Uh, ze zijn heel angstig om dat stuk echt nou ja, naar buiten te laten komen en wellicht groot te maken of te integreren in hun bedrijf. Of daar zitten zoveel conditioneringen op en angsten en, en whatever. Dat ik ook denk: man, daar ga, daar ga ik gewoon niets aan doen, want het. Het brengt zoveel en hallo, wat als je wel groot gaat shinen en, en met je creativiteit naar buiten komt. En het is gewoon zo nodig, alleen al voor jezelf, voor je eigen geluk. Wat je vervolgens weer uitstraalt en waardoor anderen ook blijer worden. Ja. Waarom denk dus... je dat dat is? Dat, dat wij vrouwen mm. daar zo voorzichtig in zijn of zo. Ja, dat, dat zo binnenhouden, mm -hmm. klein maken. Ja. Um, het is natuurlijk heel kwetsbaar, hè? Om, wat je ge, gemaakt hebt vanuit bezieling om dat te laten zien aan de buitenwereld. Want ja. ja, zodra je iets laat zien, daar wordt iets van gevonden. Mensen hebben daar meningen over. En heel veel. Um, of heel vaak wordt dat dan persoonlijk ook genomen van oh wat ik gemaakt heb is niet goed dus ik ben niet ja. goed ja dan laat het maar niet zien en we leven natuurlijk ook wel in een maatschappij waarin de nadruk ligt op um, het hoofd en studeren en het geen natuurlijk prima is niks mis mee maar creativiteit ach ach weet je dat ja het is allemaal het is allemaal niet Dat zo we belangrijk. prettig. Serieus zijn. of zo, hè? Als we het ja. hebben over creativiteit dan. Ja. ja. Hebben we de associatie ja. van een leuke hobby en hè, Ja. Met vreubelen? Ja. Zeker, ja. Ja, terwijl uh, ik geloof op Nijrode, Daan Roosegaarde stond ook een keertje op Nijrode bijvoorbeeld een lezing te geven. En ik weet niet exact meer de content, maar um, waarin hij ook duidelijk maakte: van jongens. Creativiteit is gewoon een essentieel onderdeel van wat jullie hier doen. Nou, daar word ik heel blij van. Ook marketing. Ik bedoel, ja, Anne, hè. Ik bedoel, het combineren van een vak waarin het in eerste instantie niet voor de hand ligt. Om dat te combineren met, nou ja, creativiteit, artisticiteit, give it a name. Dat levert gewoon nieuwe, nieuwe werelden op. I love it. Ja, ja, ja. Dat, dat kan met alles. Ja. Nou, ik denk ja. zeker dat wij als, hè, als ondernemers veel creatiever mogen zijn in hoe we ons uiten en hoe we ons uitspreken. Hè, want we zijn allemaal zo op zoek naar onze authenticiteit. En ja, je wil authentiek zijn oh, ja. en hè, opvallen in, hè, in de volle markt waarin we zitten. Mm -hmm. Creativiteit heeft daar wel een hele belangrijke rol in. Zeker. Zeker, als jij gaat spreken vanuit... Ja, en authenticiteit vind ik dan ook alweer weer een heel grappig, uh, grappig woord van... Wat, wat is dat dan? Ja. ja. Want heel vaak gaan we het ook wel weer nadoen. Van wat we zien bij een ander. Want, oh, dat werkt. Oh, dan ga ik dat ook doen. Maar dat is niet authentiek. Authentiek is echt dat je, dat je gaat intunen op je eigen bron, op je eigen kern. En van daaruit het gaat creëren. Ja. En um, ja, als, als we dat in onze businesses businessen, <laughs> gaan um, toelaten, ik zoek even de formulering. Weet je, dan, dan ben je ook uniek. Want er is maar één jij. Punt. Ja. Dus ja, wat, wat is het probleem? En dan kan eigenlijk iedereen ook vanuit zijn eigen. Manier en, en kern. En ja, dan heb je één voice. En de ander heeft een andere voice. En die heeft een andere voice. Ja, Fijn. En die is per definitie anders. Hè? Want ja. je, je bent ja. nooit. Ja. Je bent nooit een ander. Ja. Je bent nooit een ander. En ik geloof er ook heel sterk in. Ik denk ook wel dat de sensitiviteit gaat toenemen, de energie gaat veranderen en we gaan ook steeds meer voelen van oh deze persoon spreekt vanuit een authentieke authentieke stem en deze persoon is een, een een sausje aan het gooien over het concept van iemand anders en ja. we gaan dat steeds meer voelen en het gaat gewoon niet meer werken en ja daar word ik daar word ik ook wel heel blij van want Kom op jongens, ontwikkel je eigen potentieel. En... Maar het vraagt moed. Nu zeg ik het zelf ook. Net dacht ik, he, moedig. Nou ja, nee. Ik zie dat bij mezelf niet zo. Ik zie het wel bij anderen. Ik zie dan, nou ja, ook bij, bij studenten. Dat ze het pakken en. Holy mac, ja, het is moedig. En ineens verandert die energie. En dan, en dat is ook zo grappig, hè? soms zit je naar iemand te luisteren en dan dwaal je af. En dan denk je: waar gaat het over? Waar gaat het over? Maar dan zo'n student, die doet dan zijn verhaal of haar verhaal. En ineens voel je dat die energie geshift is. En ineens blijf je aan boord. Ja. De energie is anders. En dan denk je: ho, nu spreek ik je vanuit een andere bron. Nu ja. ben ik aan. Nu kan ik luisteren. Ja. Nou, en, en ook ja. bijna hè, voelen dat wat de ander zegt, dat het eh, vanuit een andere plek komt dan vanuit hierboven, hè, vanuit ons hoofd. Voilà. Voilà. Hè, voilà. Bedacht, dat bedachte sausje ergens overheen. Ja, ja, ja. Wat je zegt over moed. Ik zit daar nog even over na te denken. Um... Het uit, ik, ik sla hem even plat, het uit de kudde durven stappen en gaan staan vanuit je eigen waarheid en vanuit je eigen stem. Ja, dat is best heel spannend, ja. Ja. ja, ja. En je kunt afgekeurd worden. Of ja. wat doe jij? Of, hè? Ja, en dat zei je even... net zelf zo terecht, hè? dat is heel kwetsbaar en daarom vraagt het moed. Want als je da daarop wordt afgekeurd, hè, komt het heel ja. dichtbij. Ja. ja, want we zijn uiteindelijk gewoon dieren. We willen wel in die kuren staan. Ja. En niet buiten gesloten worden. Nee, ja. dat doet pijn. En liefde en waardering en gezien worden. Zeker, ja. zeker. Ja. ja, ja. Maar ook dat hè, begint bij jezelf. Dus hoe meer je het buiten jezelf blijft zoeken... Ja. Ja, ja, ja. En ik, ik nou ja, goed, ik, dat is een heel groot topic en daar gaan we het gewoon ook helemaal niet over hebben. Maar even aangestipt van, kijk, het hele onderwijs al, de, de lagere school, je krijgt een cijfer voor als je het goed gedaan hebt of goed geleerd hebt volgens het boek. Of volgens hoe de docent het jou geleerd heeft. Ja. Hè? Huh? Ja. Ja, vul maar in. Ik bedoel, daar leren we het al. Ja. En uh, ja, ik, moet nog, ik moet dan meteen denken, dat vertelde Anne ook, uh, ik weet niet meer, ergens een keer, dat haar broer uh, een laag cijfer had gekregen omdat hij het gras blauw had getekend. Ja. Oh, oké. Okay. Dat is toch fascinerend? Dat is heel bijzonder, ja. Ja, <laughs> ja. ja. ja zo'n. Zo dus ik neem aan dat die toen klein was. Maar ja, die moet gewoon een staande ovatie krijgen. Ja. <laughs> ja. Hmm. ja, het is heel interessant. Ja. Daar mag dat... we nog heel veel verschuiven. Ja. Uh... Dus dat creatief denken waar het allemaal mee begint, denk ik. Dat, hè, dat wordt natuurlijk best wel afgeleerd in onze Eigenlijk wel. opvoeding. Ja, we leren... We leren te gehoorzamen en te lopen in het rijtje. En als we onze nek uitsteken, dan doen we dat middels hard studeren, zodat we het antwoord weten wat anderen niet weten. Uh, nou ja, zo. Ja. Uh, het gewenste antwoord ook, vaak. Uh, ja. Ja, ja, hier ook kan ik kan er wel een boek over schrijven. Ja, ja. Nou, misschien moet je het doen. Ja, boek nummer twee. volgende boek. Ja, 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 ja daar valt veel over te zeggen. Ja. Ja. Ja, en ik was laatst ook met iemand in gesprek over het onderwijs. En zij is echt wel een, een scheneschopper, En ze zegt, ik word er zo moe van. Zegt ze, ik hou er op. Ik ga, gewoon, ik ga het niet meer doen. Ik, ga gewoon, ik zeg, nee. Ik zeg, maar je moet het onderwijs ook helemaal niet willen veranderen. Je gaat gewoon je eigen ding opzetten. Gewoon daarnaast. En dat laat je groeien. En laat het onderwijs maar lekker. gewoon. Dat gaat vanzelf gewoon een keer mis. Focus je daarop. In plaats van schoppen, schoppen, schoppen. Want je wordt daar gewoon doodmoe van. Zet ja, ja. je eigen ding op. Ja, doe het anders. En wees daarmee een voorbeeld. Ja. Ja, ja. ja. ja precies. Mooi. Ja. Heb jij hè, vanuit jouw creativiteit, ervaring, anderen daarin begeleiden, heb je misschien een, een advies of een tip voor mensen om die creativiteit weer wat meer aan te boren? Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, als je het heel spannend vindt, zoek dan zeker een mentor of iemand die je daarin of, of doe volg een klas of, nou ja, daar is genoeg. En als je zegt uh, klas, wat bedoel je dan? Een letterlijk iets om t, iets te te creëren? Bijvoorbeeld, ja, of live, of online, of ga iets doen waar je blij van wordt. Het kan boetseren zijn, kan tuinieren zijn, kan koken zijn, kan Tekenen zijn, er zijn overal workshops of klassen in, dus begin daar eens mee. Uh, waardoor je ook misschien weer je tribe ontmoet. Dus anderen die dat ook doen, dat werkt altijd versterkend. In je eentje is het best heel pittig, vooral als je een beetje onzeker daarin bent. Uh, ja, en als je het helemaal niet spannend vindt, dan zou ik zeggen: ik koop een journal en ga aan de slag. Ik koop een paar basismaterialen en ga elke dag. Een kwartier lang iets doen. En al ga je wild writing, al ga je droedelen, al ga je een collage maken, uh, ga lekker los. En um, nou, als je dan niet weet hoe dat moet, oké, okay, dan daar is genoeg aanbod. Uh, ja, dat. Ja, of ga elke dag een ander gerecht koken. Of, of duik ergens in waar je gelukkig van wordt. Dat is wel het allerbelangrijkste. Niet zo van, oh, nu moet ik iets met creativiteit. Want oh, wat gaan we dan doen? Dan gaan we maar iets doen. Nee. Ik hou bijvoorbeeld ook heel erg van kleding. Ik zeg maar iets. Nou, ja, daar kan je ook van alles mee doen. Na je andere knopen op je jasje of zo. Ja, ja, ja. Uh, het kan in je uiterlijk zijn. Het kan, uh, of, of, of schilder je kamer in een andere kleur. Uh, ga eens iets met de kussens op de bank doen. In plaats van bij je bank, bij je kussens. Hetgeen heel mooi kan zijn, niks mis mee. Maar hè? ga er eens mee spelen. Oranje kussens met paarse knopen. Nou, ik, ik roep maar iets. Het kan ook heel fijn zijn, omdat ja om daarmee te spelen spelen dat is ja, echt. ja ja spelen die kindjes op het schoolplein die gaan iedere dag een paar kwartier naar buiten En dan gaan ze even echt helemaal uitrazen waarom doen wij dat dan niet um, niet dat ik wil uitrazen maar wel een kwartier even pauzeren en lekker iets doen tekenen ja en zonder grenzen hè die kinderen die verzinnen de gekste spelletjes uh, 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 uh. Echt. Ja, dat. Ja, ja. dat. Ja. Zeker. Ja, en, en dat is ook wel nog een, een ding voor heel veel mensen. Dat snap ik. Ja, die inner critic en die inner perfectionist. En weet je, al die hele rambambam -bam die daar staat te schreeuwen. Ja, daar kan je ook mee aan de slag. Ja. Want die houden je ook tegen. Dat doe je natuurlijk zelf, maar. Ja, ja sta jezelf toe om. Ja, echt helemaal uh, jezelf te zijn, hoe gek, anders, uitbundig of juist niet dat ook is. Nou, ik kan je verzekeren, daar word je wel heel gelukkig van hoor. Ja. 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 Nou, en dat, om nog heel even jouw verhaal dan ook daar weer in terug te pakken. Dan zijn denk ik ook de offers die je hebt gebracht, het waard. Nee, want je, ja. je zei, ik heb daar wel af en toe wat voor gelaten, of mensen losgelaten. Ja. Maar dan is het het waard uiteindelijk. Hoe moeilijk ja. het soms ook is. Ja. ja, zeker. En het maakt het niet minder pijnlijk hoor, maar um, het is wel draaglijk. En het laat je ook inzien van: oké, okay, dan is het blijkbaar zo dat. Ja, bijvoorbeeld een relatie, ik zeg maar iets dat dat ook gewoon moet passen en als het niet past of niet werkt ja het zij zo dan is het dus ook zo ja ja Gabby ja. Bernstein zegt altijd zo mooi die vind ik altijd zo hoopgevend of zo it's this or something better Dat vind ik altijd zo oh, fijn mooi. Uits... mooi mooi Dat is heel mooi ja ja daar kan ik me ook wel in vinden ja ja, ja. Hmm. Is er nog iets vanuit jouw kant wat we nog niet hebben aangestipt of iets wat je heel graag wil delen, vertellen, wil meegeven aan iedereen die dit ziet of hoort? Mm -hmm. Ja, um, ja. Uh, doe om de zoveel tijd iets waarvan je denkt dat je het niet kunt of niet durft of om je grenzen op te rekken. Cool. Zonder oprekken geen groei. Nou ja, goed, dat weten we allemaal. Um, ik vind het ook altijd heel grappig als ik vraag aan een student: Hé, hey, um, vind je het oké okay als, 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 nou ja, als je buiten je comfortzone gaat in deze opleiding? En zeggen ze: Ja, dat wil ik. En dan denk ik: Dan ben je daar nog niet geweest, want het is echt helemaal niet leuk. Maar oké, okay. uh, nee, het is verschrikkelijk. Maar ik moedig het wel aan. En als je staat te bibberen en te trillen op je beentjes van, kan ik dit wel? En wat als? En ik zie niet wat er gaat gebeuren als ik het doe. En oh mijn god, waar ga ik landen als ik spring? Spring dan vooral. Ja. Ja. In je land altijd en hoe? Nee, dat weet niemand. Gaan we zien. Mooi. Een hele mooie om mee, uh, mee te geven en ook mee uh, af te ronden, denk ik. Als hmm. mensen meer van jou willen weten, waar kunnen ze jou dan vinden? Um, op, nou ja, op Instagram heb ik twee accounts. Um, op theartbeatclub.com.nl. Ja. Uh, daar vind en je een art liefde. als in kunst, niet als in hart. Hè? Oh ja, 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 ja. ja. Um, Dus daar vind je al mijn, uh, mijn aanbod. Uh, op marente.nl zie je mijn persoonlijke werk. Um, ook leuk om even doorheen te scrollen. Mm, heb ik ook gedaan. Yeah. Um, in september heb ik een expositie, verkoopexpositie in Den Haag. Um, ja het beste kan je eigenlijk gewoon inschrijven op de nieuwsbrief, want dan, dan ben je het beste blijf je op de hoogte. Dus en die vind je op de Artbeat Club. Maar rente ook stuur ik ook maar wat minder vaak. Dus de Artbeat Club is het um, meest up to date. Super. Ja. Dank. En dan tot slot hè, de vraag die ik ook aan Anne heb gevraagd, waardoor wij hier vandaag zijn. Wie yeah. zou jij heel graag in een volgende aflevering willen horen of zien? Mm. Ja, ik heb daarover nagedacht. Ik vond het nog geen oh. makkelijke vraag. En toen dacht ik aan Truus Duits. Okay. Zij is Vlaamse. Ja. Yeah. En um, zij, zij was actrice, um, maar nu um, is zij spreker en zij leidt ook mensen op um, daarin. En ik heb haar ontmoet uh, via mijn schrijfcoach. En zij stond, nou ja, voor de groep en zij stond te spreken. En er zijn. Ik word, weet je, ik raak. Niet heel snel geïnspireerd door iemand. Tenminste, wel een beetje of zo. Maar dat ik echt aanga. En dat had ik bij haar. Zij weet mensen zo te raken. En ze heeft ook zo'n mooie woordenschat en zo'n mooie manier van spreken. En ze is ook heel creatief. En, en het is een mooi mens. Ja, ze heeft ook echt iets, iets te vertellen. Ze weet trouwens helemaal niet dat ik dit nu loop te doen. Dus ik ben heel benieuwd. We zullen zien wat haar antwoord zal zijn. Yeah. Leuk. Yeah. Yeah. Dank je wel. Dank je wel, Marint, voor je tijd, voor je fijne energie, voor je verhaal, voor je openheid. En dank ook aan iedereen die heeft gekeken of geluisterd. En uh, tot een volgende heel graag.